Dit boek heb ik, denk een keer of 3, 4 gelezen, omdat ik het een van de knapste manieren vind waarop ik een schrijver ooit heb zien stoeien met hoe je kunt laten zien hoe de wereld eruit ziet als een kind. Dus zoals een kind het ziet. En in dit boek zie je de hoofdpersoon. En dat is eigenlijk niet één hoofdpersoon, maar iemand die het hoofd heet. En iemand die de romanticus heet. En al die verschillende stukjes, al die personages in het boek zijn eigenlijk één mens. En daar kom je al lezende achter. En iedere keer dat je het weer leest, lees je nieuwe dingen erin terug. Omdat ze je eerder niet zijn opgevallen. Dus dat vind ik razend knap. En heel onderhoudend. En afhankelijk van mijn bui en hoe oud ik ben. En of ik zelf al of niet kinderen had. Is het een ander verhaal eigenlijk. En begrijp ik het anders.